We konden nog steeds de postcode en het adresje vinden, Wim, sorry. Maar uiteindelijk is er van gekomen Blues Factor vanmiddag. We gaan even een lekker uurtje blues en blues rock maken. Leuk dat jullie er zijn trouwens. Ook dat nog. Yeah. Allem kent The Thrill Is Gone. Wel een nummer. Toon is de setlist nu. Dat ligt op de grond. I can see your face.
empty place where you should be. Stemmen tussendoor, veel mensen binnen, veel energie, veel warmte, een beetje koud buiten. We gaan het hout werken. Volgende nummer 1, Home! This could last forever.
36 koorts in bed. Ja, inderdaad. 36? Ja. Varenheid, hè? Varenheid. Kom eens naar de bel, de pegels. Dat is min 3 of zo, hè? Ja? Wie gaan we nou weer? Toen blijft u zien. Toen blijft u zien. Of mine, but she's no longer here with me.
drink your whiskey. Something late at night, I can't remember what's going on. What's going on? Oh, that had him stay. You'll be too blind to see. Thank you.
Afgelopen vrijdag in Bluescafé in Apeldoorn tussen alle groten van de aarde op het ogenblik. En dankzij dit fenomenale spel van Toon hebben we twee optredens versierd voor 2018. Hey. En wij mogen mee. Schiet de kleur van me, hoor. Zomaar of niet. Ja, maar altijd plezier, of niet dan? Volgende nummer. Oké, dankjewel Peter voor deze aanvullende informatie. De data volgt nog via Facebook. Was wel een warre tocht, het was echt door de blizzard heen, dus we hebben veel van QB gespeeld s'avonds. Tot 2:30 en toen nog weer de warre tocht terug, 3:30, maar dat is de blues. Dat was de witte blues vorige week. Als het zover is, dan doen we nog een nummer. Eentje nog maar. Wim, hoe laat ga je sluiten? 5:00. Oké.
Maar mensen die naar zijn midden komen, leuk dat jullie er zijn. Bij Wim, na 4 jaar staat hier toch Blues Factor. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Want ons bedrijf Wim is niet de laatste keer. En dadelijk breekt een brood en een mandje met vis. Amen. Halleluja. Praise the Lord. En deze hebben we gehad van Erik Stekkel toen we het voorprogramma speelden in de Druwe. Ja. Komt ie. Ja. Ready? Ja, denk ik wel. Ja? Dan? My heart forever. I love it. We would be.
guitar, Empty Promises. What are we going to do now? Nooit gedacht dat het zo warm was in de kelder. Mag deze iets hoger? Ik ga nu even een liedje zingen. Tje, 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 tje. One, two. Die mag alweer iets. Ja, kan dat? Nee, ik heb liever een zwarte zo vlak voor de witte kerst. Oké, nummer van Jeff Healy. Helaas veel te vroeg overleden, Jeff Healy, The House of Love Built. Peter? Ja, mag weer. Heb je nog zin? Altijd, hè? Oké, alweer een nieuwe in de setlist. We zijn terug geweest. Repetitie. Speciaal voordeel. Dat heet de Obsession Blues. Nou, hoe blues kan blues zijn? Dat de Obsession Blues heet. Er zijn weinig blues in, hè? Kan je niet? Nee, ik heb een slokje water liggen. Kan je even zo? Ja? Ready? Niet snel, hè?
mother says, son, take it outside. Take it out, you brought it in. So well in your leather bed. Give me every reason why. You should let her play the paper. We'll be right back.
someone. My TV cut my hair, the food for Christmas. Is my paranoia like looking in my mirror and see the police car? But I tell you, there ain't an end to fear. And I ask myself this year, now I feel like I owe it to someone. David Crosby. David Crosby schreef dat maar een hele andere reden dan dat we hem zongen, want we moesten altijd naar de kappen van de oude. Ja, almost cut my hair. Zoals bij wel. Ja. Maar het is wel geen Engels, hè, dat niet? Ja, dat moet. Toch? Oh nee. Oké. Ja, dan moet dat eraf. Kan dat niet? Ja. Kan.
Dat trouwens, ik heb nog nooit van de cabrio kelder gehoord, jongens. Classic rock. Blues Factor. Doomsday String.
Georgia, Ohio. Voorstellen jongens, op drums. Hij hoeft er niet zo ver te fietsen vandaag met zijn drumstelletje achterop. Give him a big hand. Maurice Stappen.
35 jaar geleden ook al een keer met Tom in de band Hotspot. Dat was zo'n vlak naar de oorlog. Dat denken jullie welke oorlog. Helemaal! Uitnodig vanmiddag op gitaar, maestro! Hier naast me, mijn oude makker. Ik denk dat het 15 jaar geleden is toen we ons eerste bandje Free Feeling hadden. Toen hebben we elkaar een tijdje, zijn we elkaar een beetje kwijtgeraakt. Peter is aan de deur gegaan. Bekend van Devil. Bekend van Bivak. Helemaal. Uit Oer. Peter Aller. Hey. Ik wil ook niet doen, hè. Allerbeest. Van 22 december officieel met pensioen. Haha! Frans Schepers! Tot de volgende keer. Wim, bedankt voor de gastvrijheid. Leuk dat we er eindelijk waren na 14 jaar. Of hoe lang was het nog weer?